beste kijkers, welkom in een gloednieuwe Eurocraft video. Ja, vandaag gaan we dus een beetje het park laten zien en zo. En natuurlijk gaan we ook een beetje werken aan de server en een beetje het park versieren en zo, want dat is ook natuurlijk belangrijk. Ja, wat we het eerst even gaan doen, we gaan eerst even het park laten zien een beetje. Dit is de Speed of Sound. Ja, de baan is zelf af, maar er moet heel veel aan gewerkt worden met systemen en zo en met techniek en zo. En ja, dat moet allemaal de techniek doen, maar tot nu toe hebben we maar één techniek in de server en dat, ja. Dat is eigenlijk voor deze server is dat best wel weinig. Maar ja, voor de duidelijkheid, als je je systemen kan maken, oké, dan mag je solliciteren. Maar dan moet je niet zo'n systemen kunnen maken zoals je met knoppen doet. Want wij werken met een plugin genaamd Signlink. En Surface Science, en dan kun je zeg maar, daar maken wij zeg maar het systeem mee. In plaats van dat je dat met buttons doet, want dat is eigenlijk gewoon heel amateuristisch. En hier zie je de zweefmolen. Ja, een zweefmolen kan je niet echt werkend maken. Dus daarom hebben we gewoon gekozen om het toch een beetje, zodat je toch als attractie kunt zien dat je dat gewoon op een pressplate gaat staan en dat je gewoon getp'd wordt. Dan ga je automatisch dan ook gewoon zo naar boven en zo. En daar zie je ook nog het zwembad in de maak. Daar gaan we straks in verder. Eerst gaan we even de reuzenrad afmaken. Is het bijna klaar? Ja, hij is klaar. We gaan het zoomteam werken daar aan het zwembad. Maar we gaan eerst even naar, naar het stukje waar we heel veel aan gewerkt hebben. Ja, dit is dus het plein met de zweefmolen en zitplaatjes en zo. Hier komen ook kraampjes bij en zo. Dat moet allemaal nog gebeuren en dan heb je hier grachtentoer. Ja, er is niet veel aan gebeurd, alleen de omgeving een beetje. Als je de stream hebt gezien, dan zie je hoe we dat van binnen maken. Ik vind dat het server een beetje lijkt, maar maakt niet uit. Dit is het dus allemaal geworden, maar ik heb na de stream heb ik dat nog een beetje afgemaakt met de bouwers en zo. Maar we zoeken nog mensen, we zoeken nog veel mensen, bijvoorbeeld mensen die dus zeg maar voor met command blocks bijvoorbeeld voor effecten kunnen gaan zorgen of die plugins kunnen maken. Of die goed met techniek kunnen omgaan en zo. En we zoeken ook zeker bouwers die heel vaak online zijn. Want op dit moment zijn er maar 2 of 3 actief. Van de 18 of 15 bouwers bedoel ik. En dat is best wel, voor 15 bouwers is dat best weinig. En we zoeken eigenlijk mensen die dus 2 of 3 uur in de 3 dagen dus in de server is. Die eigenlijk gewoon, dan moet je eigenlijk gewoon niet na een seconde weggaan, want daar hebben wij niks aan. Want als je bijvoorbeeld 5 keer in de week joint en je bent na een seconde weg, ja, dan hebben wij niks aan je. Dan heb je zomaar kans dat je dus in deze server ontslagen wordt, want wij willen natuurlijk zo snel mogelijk af zijn en zo. En dat is ook niet leuk als je in je eentje gaat bouwen. Want ik heb dat zaal vaak ook, dan moet je bijvoorbeeld in je eentje. Heb ik bijna die hele zweefmolen gemaakt, maar. Maar ja, toen hadden we op een gegeven moment het tijdstip afgesproken en toen zijn we verder gegaan aan de zweefmolen. Maar we gaan dus vandaag werken aan het zwembad. Ik weet niet wat we hier kunnen doen, misschien een beetje iets meer decoratie of zo, maar ik heb niet echt een idee wat ik hier moet doen. Jullie moeten dus zeggen of jullie het wat vinden of zo, de chat, of
ja, in de reacties bedoel ik. Want ja, we hebben het we hebben het gebouw eigenlijk gewoon een beetje modern. Zitten wij, proberen wij dit een beetje te maken. Want ja, en dat vinden wij ook best wel een beetje bij een zwembad passen. Een modern zwembad willen wij dat het wordt. Want ja, waarom... ik hoor jullie eigenlijk al een beetje denken. Waarom een zwembad in een pretpark? Nou, je ziet namelijk in pretparken zoals Duinrel, Walibi België, Hellendoorn, die hebben allemaal een eigen zwembad. Ja, Hellendoorn dan niet echt, dat is meer een slidepark. Maar daar heb je dus heel veel waterplezier en zo. En dat, toen dacht ik dus, ja, ik ben zelf ook fan van attracties en van glijbanen ook. Want je ziet ook op Ride For You, zie je ook bijvoorbeeld van glijbanen. Dus daarom dacht ik, gaan we gewoon eens een zwembad bouwen. Dat is ook leuk voor in de server. Maar dan zit ik eigenlijk te denken, ja, hier wil ik dan zeg maar dat je naar binnen komt. Dit moet wel een beetje netjes afgewerkt worden. En dan wil ik eigenlijk hier dat hier bijvoorbeeld zo'n triple slide komt. En ik heb al eigenlijk ook al een beetje uitgemeten waar hier bijvoorbeeld de toren komt. Maar bovenop het dak komt ook eens ergens een toren met glijbanen. Dus ja, dat wordt gewoon een zwembad met veel glijbanen. En wat ik vooral leuk vind voor glijbanen zijn natuurlijk speedglijbanen. Die gaan hier ook in komen. Maar ik zit nu even te denken, wat voor decoratie gaan we eigenlijk gebruiken? Kijken hoe dik is dit. We gaan dit een beetje hoger doen. Ik kom zo kijken. Ja, sommige bouwers die moeten, die weten eigenlijk niet of ze het goed doen en aan. Kijk. En als je dat van 20 jaar gaat. Oké, de bouwers. En sommige bouwers, die weten eigenlijk gewoon nog niet hoe ze het goed genoeg doen. Want, zoals ik in het begin van de video zei, we willen eigenlijk gewoon. Ja, alles netjes hebben in deze server. Want ja, we hebben ook best wel veel klachten in de vorige map gekregen. Zo van, ja, dat ziet er niet uit en zo. Dat geef ik ook eerlijk toe, het zag er niet uit. Daar ben ik zelf heel eerlijk in. En daarom had ik zo iets van, ja... We kunnen net zo goed een betere nieuwe map kunnen starten. En dan kunnen we gewoon beter, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw gaan beginnen. En de attracties... die wel goed waren, die kunnen we dan net zo goed drukzetten, dus zo. Waarom doe ik /z0, in godsnaam? Boodschap! Yo mensen, daar zijn we weer. Dat ging net heel even op mis. Want de server die crashte en toen heb ik eigenlijk gewoon wat ik net deed, heb ik even alles weer opnieuw gedaan. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon weer verder. Ik had eigenlijk al zo'n idee voor het dak. Dit moet nog even gebeuren. Had ik trouwens nog niet gezien net. Eens even kijken. Misschien dat we iets van Dime Blocks kunnen maken, ik weet niet. En ik hoor mensen denken zo van, waarom ga je met Diamond Blocks werken? Nou eigenlijk omdat het, ik heb voor sommige dingen een speciaal Block ID nodig. En dan is, Diamond Block is dan eigenlijk voor, alles is dat eigenlijk wel goed eigenlijk.
zo kun je verschillende soorten van dak maken en zo. En dat is best wel chill. Want dan kun je bijvoorbeeld een beetje factor in doen. En dan is het eigenlijk gewoon een beetje makkelijker te maken met de world edit en zo. Bla bla bla. Maar dan ga ik dus even laten zien wat ik nu ga doen. Ik ga eigenlijk gewoon een beetje van die punten neerzetten, of hoe je dat mag noemen. Ik weet niet of dit er echt uit gaat zien. Of willen we dat ook even? Nou, ik weet niet echt of dit echt uit gaat zien. Maar we kunnen wel proberen ofzo. Welke kleur voor dak willen we eigenlijk? En misschien als we meer blokken plaatsen, dat het beter eruit gaat zien ofzo. Ja, ik probeer alles eigenlijk zo mooi mogelijk te maken. Misschien dat we een beetje een mix van hout kunnen maken of zo. Welke kleuren passen het beste bij elkaar? Ik denk. Ik probeer maar gewoon even wat. Maar jullie mogen ook zeggen in de reacties, ja, dat dak dat ziet er gewoon echt niet uit. Dat moet echt aangepast worden. Dat hoor ik graag. En anders zien de parkbelders dat ook wel. Die zeggen er misschien ook wel wat van. / replace diamond blocks. Oh, niet aan elkaar natuurlijk. Spatie ertussen. Ik denk wel misschien als we dit een beetje weghalen, want dat ziet er wel uit als je bijvoorbeeld een gebied maakt of zo, is dat wel mooi, maar niet voor als dak eigenlijk. Ik denk dat gewoon een plat dak gewoon het beste is. Dan kunnen we iets van hoe kunnen we dit het beste gaan versieren, mensen? Misschien met een paar bankjes neer te plaatsen of zo, ik weet niet. Ik ben even de comment vergeten. Wat was ook alweer de comment ervan? Had ik opgeslagen in een Word-bestand. Dus dat moet ik weer even bekijken. Chair is een stoel. Furniture, gif, zone of sofa. Kijken of dit hem was. En dan kun je ook die kleuren gaan aanpassen. Dat is best wel leuk aan dit. Maar natuurlijk ga ik voor de mensen die de plugin willen weten. Dat ga ik helaas voor jullie niet zeggen. Want dat is natuurlijk privé in de server. Ik denk dat we hem het beste zo kunnen plaatsen. Welke kleurblank? Wat voor kleurblanken willen we? Misschien. Rood of zo, ik weet niet. Even kijken, staat het leuk? Een beetje twijfel. Misschien dat het een mooiere kleur is of zo. Ik ga maar gewoon eens even kijken. Wit, ja, dat is sowieso niet mooi. Misschien paars of zo. Nee, ik denk dat we het gewoon best op rood kunnen laten.
Want ja, ik vind eerlijk gezegd, Root vind ik eigenlijk bij heel veel dingen mooi staan eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn. Misschien dat we hier iets van lampen kunnen plaatsen, die ja, van die speciale lampen. Even kijken, wat is eigenlijk precies mooi om een lamp te maken? Dat is ook altijd iets, een punt waar je altijd op moet nadenken. Oh, die staat al meteen goed. Eens even kijken. Ik ga eens een hangende lamp proberen te maken. Ja, dat kan denk ik wel. Ja, dat moet kunnen. Misschien dat we er hierheen plaatsen. Dan ziet er denk ik beter uit. Want ja, je moet ook een beetje niet te dicht op de ingang neerzetten, want dat is ook weer niet mooi. Die daar. Misschien dat we... Misschien dat we iets van trapdoors kunnen gebruiken. Ja, dit is wel mooi. Dit is, ja, ik vind het wel mooi genoeg. Ja, aan de onderkant hoef je niet per se iets te doen. Dus we gaan het eigenlijk gewoon de licht aanzetten. MGL create. Ja, ik zeg meestal MGL create. Ja, ik zeg gewoon. Ja, sommige dingen zeg ik gewoon op een andere manier. Ik weet het, het is een beetje raar, maar ja. Maar wat maakt het uit? Misschien dat we hier ook iets van slingers kunnen maken of zo, ik weet niet. Ik denk dat we best nog eentje hier kunnen plaatsen. Ja mensen, ik wil in de reacties graag weten wat, ja, wat jullie mening is over de server. Dat zou ik super graag willen weten. Want als jullie het niet mooi vinden, ja, dan weet ik dat ik iets moet aanpassen. En dat vind ik altijd fijn om te weten. Misschien dat we hier iets aan de muur kunnen doen. Ja, ik denk dat er wel daar iets aan de muur moet gebeuren, maar... Dat doe ik nu niet even meteen, want ik denk dat ik daar gewoon even tijd van neem. Of we... Ja, ik denk dat we gewoon laten we gewoon beginnen met de kleedkamers. Ja, welke kleurblokken kunnen we daar het beste voor gebruiken? Dus even kijken. Ja, ik denk sowieso kwarsstenen, kwarsblokken, maakt niet uit hoe die dingen heten. Deze kunnen we misschien wel bij gebruiken. Ja, dit hoeft niet per se mooi te zijn, want ja, dat zijn gewoon van die omkleed ruimtes en ja, die zijn op zich zijn die niet zo heel mooi. Want ja, ik vind... Die hoeven ook niet per se mooi te zijn, vind ik. Kijken hoe we dat gaan doen.
misschien dat we hier ook iets anders kunnen bijvoegen. Even kijken. Kunnen we dat bijvoegen? Want jij hebt hier ook wel zo'n soort van tafeltje waar, de, waar je je kinderen bijvoorbeeld je luier op kunnen verschonen en zo. Ja, dat heb je ook wel eens in kleedhokjes, omkleedhokjes in zwembaden. Ja, we proberen alles zo realistisch mogelijk na te bouwen, mensen. Dus bijvoorbeeld, ja, wij zijn niet zo'n server dat eigenlijk gewoon als iets anders is, bijvoorbeeld een kleedkamer of zo. Dan willen wij dat, ja, wij willen dat gewoon kloppend hebben. Want wij zijn geen amateurs, dat weten jullie ook wel. Of voor amateurs zijn, dat weet ik niet. Dat ligt aan hoeveel bezoekers dat we krijgen als we open zijn. Ja, slecht bouwen, dat doen we sowieso niet. Ik denk dat het wel, ja, dat het wel gelijkwaardig moet zijn dit. Waar begint ongeveer het zwembad? Ik denk... hoeveel blokken is dit? 4. 1, 2, 3, 4. 2 tussen. 1, 2, 3, 4. Ja, we kunnen, het zwembad kunnen we natuurlijk vergroten. Na 2 is dat hier natuurlijk de ingang weer. We moeten ook natuurlijk even kijken hoeveel, ja, hoeveel dat we dus qua ruimte gaan gebruiken. En mensen, ja, het is bijna kerst. Ik hoop dat jullie eigenlijk gewoon heel veel zin in hebben. Ja, ik heb zelf sowieso zin in kerst. Ik hoop natuurlijk jullie ook. Maar ja, het zijn ook mensen die kerst haten. Dat is niet erg. Want iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk. Dan komt hier dus ja, ik heb eigenlijk voor als de server open gaat en er gaat natuurlijk ja, als de server open is en we gaan bezig met en zijn bezig met een nieuw project, dan heb ik daar namelijk alvast hier op verzonnen dat je dat. Ja, dan is het afgesloten, dan kun je daar niet heen, maar dan kun je hier erop, dan kijk je niet. En dan zie je mijn NPC daar staan, net alsof ik, ja, ik ga bouwen ofzo. Ik weet niet, het was gewoon een ideetje wat me opviel. Kijk, ik ga het ongeveer een beetje gelijk maken dit. Aan kleedhokjes, ja, ik denk dat het best wel saai is om daar de hele tijd aan te werken. Dat... Misschien dat we zo meteen iets anders kunnen doen. Ik zal wel even kijken wat precies allemaal valt te doen. Misschien dat we al pas aan het bad kunnen beginnen. Ja, sommige dingen vinden nu nog hartstikke lelijk, maar ja, dat gaan we natuurlijk aanpassen zodat het hartstikke mooi wordt.
voordat de server open gaat, dan is ja, dan proberen wij de server zo mooi mogelijk te hebben. Ik denk dat alle servers dat wel eventueel willen. Ja, we zoeken eigenlijk gewoon nog, zoals ik in het begin van de video eigenlijk ook al had gezegd. We willen eigenlijk dus mensen zoeken, dus die eigenlijk voor, ja. Die Stefan die jullie ook wel eens in de livestream ziet, die is bezig met de nieuwe website. Want ja, hij kan dus websites maken met .nl en zo. Ja, en die website die jullie eigenlijk gewoon, ja, tot nu toe in de beschrijving ziet waar je kunt solliciteren, dat is eigenlijk allemaal via een simpele website gemaakt waar je een simpele website kan mee maken eigenlijk. Ja, ik denk dat het dat deze video eigenlijk wel lang genoeg heeft geduurd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Yeah. We'll be right back.